Abortus is nog altijd een gevoelig onderwerp in de maatschappij. Soms lijkt een eerlijke discussie niet mogelijk. Hoe kunnen we hier op een goede manier het gesprek aangaan met mensen die fundamenteel anders over het onderwerp denken? Ik praat er verder over met Maaike Roosendaal van CCBR, Canadian Center for Bioethical Reform. Ze is in Nederland om een lezing te geven over het thema abortus, een mensenrecht. Ja, goedenavond. Waarom raakt het thema abortus mensen zo? Nou, als we nadenken over de cijfers, dan weten we dat er vandaag alleen al in Nederland zo'n 85 mensen zijn die een abortus hebben laten doen. In Canada zijn dat er zo'n 300 per dag. En daarom alleen al weten we dat het veel mensen raakt, want er zijn 85 in Nederland, 300 in Canada vrouwen die daar dus vandaag heel direct mee te maken hebben gekregen. Daar komt meestal een partner bij. We hebben het over grootouders, over vrienden, vriendinnen, broertjes, zusjes. Dus het is eigenlijk voor iedereen een heel actueel onderwerp. En daarom is het dus ook belangrijk om daarover in gesprek te blijven met elkaar. Ja, omdat het gewoon nog steeds iets is waar we niet over uit zijn als maatschappij. En als we in de politiek horen van dit is een gepasseerd station, we hoeven het daar niet meer over te hebben, dan laten de reacties van mensen wel zien dat dat niet zo is. Dat we het daar nog steeds over moeten hebben. Ja, u bent dus in Nederland om een lezing te geven over abortus, of het nou een mensenrecht is of niet. Wordt in de politiek ook veel over gesproken, een paar weken geleden nog in het Europees Parlement bijvoorbeeld. Waarom dan dat thema dan? Ja, nou heel lang hebben we het natuurlijk gehad over abortus als recht van de vrouwen. De eerste leus was vooral baas in eigen buik. Wat we nu zien dus, die ontwikkeling in de Europese Unie, dat het gaat over abortus als mensenrecht, is wel een nieuwe ontwikkeling. Want als je dan tegen abortus bent, dan wil je dus het recht, echt het mensenrecht van iemand anders afnemen, wat een hele ernstige zaak is. Wij willen het ook over mensenrechten hebben als pro-lifers, als mensen die voor ongeboren kinderen opkomen. Maar belichten dat juist van de kant van het ongeboren kind. Van het recht op het leven van het kind, van wie het leven tijdens de bevruchting ontstond. Ja, want een van de discussies is vaak al van, ja, is een ongeboren kind een mens? Ja. Ja, en als christenen kijken we dan waarschijnlijk eerst naar de Bijbel, van wat zegt Gods woord daarover. Dan is het heel duidelijk dat God het leven voor de geboorte niet anders ziet dan het leven na de geboorte. Maar tegelijkertijd kunnen we ook kijken naar de wetenschap. Er is wel eens gezegd, alle waarheid is Gods waarheid. Dus als de wetenschap iets duidelijk laat zien, nou, dan is dat dus ook Gods waarheid. En wetenschappers zijn daar heel duidelijk over, dat het menselijk leven tijdens de bevruchting begint. Dus het proces waarbij de zaadcel en de eicel samensmelten, dan komt er een nieuw, uniek menselijk leven tot stand. En dat mens, dat kind, hoeft alleen nog maar te groeien vanaf dat moment. Ja. En zien veel mensen die voorstander zijn van abortus, kijken die er dan ook zo naar? Nou, heel veel mensen hebben het nog nooit op die manier zo gehoord. Dus wat wij vaak doen in debatten, presentaties, gesprekken op straat, is dus vragen, ben je voor mensenrechten? Dan zegt de meerderheid van de mensen natuurlijk, ja, iedereen is voor mensenrechten. Nou, wij ook. Dan zou ik vragen, wie krijgen er mensenrechten? Dat zijn uiteraard mensen. Dus als de wetenschap dan laat zien dat het menselijk leven tijdens de bevruchting begint, dan zouden onze mensenrechten ook op dat moment moeten beginnen. En we zien daar best wel veel goede resultaten op. Dat vooral jongeren zeggen van, hey, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Ik dacht altijd van, tegen abortus, dat ben je als je gelovig bent. Maar wat blijkt nu, er zijn eigenlijk hele goede argumenten om tegen abortus te zijn, ook al ben je niet gelovig. Ja. U woont en werkt in Canada. Hoe is abortus daar geregeld? Sinds 1969 is abortus in Canada toegestaan, maar eerst nog heel beperkt. In 1988 is de abortuswet eruit gegaan. En daardoor is abortus nu tijdens alle 9 maanden van de zwangerschap legaal. Dat betekent dat je tot op het moment van de geboorte nog een abortus kunt laten doen. Dus tot op het moment dat een vrouw aan het bevallen is, is abortus toegestaan? Ja, en dat komt omdat het Canadese wetboek van strafrecht
zegt dat een ongeboren kind geen mens is, totdat het compleet los is van de moeder. Tot op dat moment maakt het nog deel uit van de moeder. Dat is in 1988 zo gezegd. Inmiddels weten we natuurlijk dat dat helemaal niet zo is. We weten veel meer over het ongeboren kind en embryo's en foetussen. Dus we zouden inmiddels dat hebben kunnen bijstellen. Maar dat is de gedachte daarachter, dat het deel uitmaakt van de moeder, totdat het dus helemaal uit het geboortekanaal is gekomen. En op dat moment krijgt het pas mensenrechten voor de wet in Canada. Oké. En dat probeerde je dus aan CCBR ook aan te kaarten en aan te vechten? Ja, ons doel bij CCBR is om abortus ondenkbaar te maken. En dat doen we door middel van educatie. En dan realiseren we ons natuurlijk heel goed dat de meeste mensen daar niet op zitten te wachten. Dus dan denken we, dan moeten we naar de mensen toe. We kunnen niet afwachten totdat zij naar ons toe komen, laat maar zeggen. Dus daarom doen we heel veel straatwerk. Onze teams zijn ervoor getraind. Hoe je in gesprek gaat op een respectvolle manier. Hoe je naar mensen luistert. Maar ook hoe je het pro-life standpunt over kunt brengen in een seculiere samenleving. Waar veel mensen begrippen zoals beschermwaardig en waarde van het leven eigenlijk niet meer kennen. Dus er is veel onwetendheid eigenlijk. Ja, en wij merken dus dat heel veel mensen heel verbaasd zijn als je zegt van, weet je dat abortus is toegestaan tijdens alle 9 maanden van de zwangerschap? Mensen zijn dan vaak geschokt, verbaasd. En wat blijkt uit onderzoek, 80% van de Canadese bevolking weet dus niet eens wat de wetgeving is als het gaat over abortus. Dus wij zien dat als onze taak om mensen daarover te informeren. Om het met hen te hebben over wie het ongeboren kind is en wat abortus met dat kind doet. En dan zie je dus dat mensen heel erg gaan nadenken van, maar waarom zouden we dat toelaten bij 9 maanden van de zwangerschap? Waarna wij natuurlijk vragen, maar als het verkeerd is met 9 maanden, waarom is het dan oké met 6 maanden of 3 maanden? Als het gaat over hetzelfde kind, over een jong lid van de mensheid, laat maar zeggen. Waarom zouden we het dan ooit toelaten dat we dat kind het leven afnemen? En als we het dan hebben over die onwetendheid in Canada, is dat in Nederland dan heel anders? Ik ben iets minder bekend met hoe dat in Nederland gaat. Ik moet wel even denken aan een filmpje wat denk ik een aantal jaar geleden misschien door de NPV is ontwikkeld, waarin mensen op straat werden gevraagd van wat is de wet, hoe ontwikkeld is het kind. Er werden foto's dan getoond en dan werd aan mensen gevraagd van hoe oud denk je dat dat kind is. En stevast kozen mensen dan voor een later stadium, dus een oudere leeftijd dan wat eigenlijk het geval was. Dus ze denken vooral bij de eerste 8 tot 12 weken echt nog maar aan een klompje cellen. Niet een kind wat bij 8 weken al compleet ontwikkeld is. Alle organen zijn er, het hartje klopt, het hoeft zich eigenlijk alleen nog maar verder te ontwikkelen om vervolgens geboren te kunnen worden. Dus in die zin denk ik dat er veel onwetendheid is en dat we daarom juist een goede kans hebben om gesprekken daarover aan te knopen en daardoor mensen ook goed na laten denken van, is dit wel juist? Waarom laten we dit toe? En wat voor tips heeft u dan voor de mensen thuis om dat gesprek aan te gaan? Als eerste denk ik is het belangrijk dat we heel goed luisteren. Ik heb dat zelf ook heel erg moeten leren en nog steeds wel. Als je in gesprek bent, dan ga je vlug al denken van, hoe ga ik daarop reageren? Je eigen gelijk opdringen en dergelijke. Precies, ja. Van waarom vind je dat? Wat zit daarachter? Is het misschien een persoonlijke ervaring? Dat is natuurlijk heel anders dan als het meer gewoon een soort van filosofische overtuiging is waarom iemand voor abortus is. Dus dat in de eerste plaats. Ten tweede zou ik zoeken naar een aanknopingspunt. Want als we alleen maar regelrecht tegenover elkaar staan, ja, dan is het heel moeilijk om wat te bereiken, om verder te komen. Om dichter bij elkaar te komen. Dus zoek iets waar we het met elkaar over eens zijn. Misschien zoals is dat van, de mensenrechten. Waar mensenrechten bijvoorbeeld. Maar dat zou ook kunnen zijn van, nee, wij willen ook niet dat kinderen lijden. Wij willen ook niet dat vrouwen het moeilijk hebben. Laten we kijken hoe we dat op kunnen lossen. Maar laten we dat niet doen door het doden van ongeboren kinderen, van onschuldige kinderen. En ten derde zou ik zeggen, stel ook veel vragen. Want door te luisteren en een aanknopingspunt te zoeken, maar ook door vragen te stellen, gaan mensen zelf nadenken. En als zij dan bij een conclusie arriveren van, ja, het is eigenlijk niet logisch dat bepaalde mensen geen mensenrecht hebben, dan doen ze dat zelf, dan hebben wij hen dat niet opgedrongen. Tot slot, morgenavond is uw lezing.
Waar en hoe laat kunnen mensen die bekijken? Ja, die lezing die vindt om 8 uur plaats in de Grote Kerk in Hilversum. Dat gaat over abortus als mensenrecht. En daar kunnen mensen bij aanwezig zijn. Ze kunnen kijken op de website van Logos Instituut en zich daarvoor aanmelden. Zodat we een beetje een idee hebben van hoeveel mensen we daar kunnen verwachten. Maar het kan ook online bekeken worden door middel van een livestream waar mensen ook vragen kunnen stellen. Dank voor uw toelichting, Maaike Roosendaal.